Deze keer wil ik met u kijken naar Psalm 107. Een psalm waar verschillende groepen mensen in verschillende benauwdheden terechtkomen. Maar dan de uitwerking die dat op het leven heeft. En de roep tot de Heer en dat de Heer verlost. En dat is zo'n geweldige vertroosting, ook voor ons vandaag de dag. Als wij in zo'n chaotische wereld leven waar continu veranderingen zijn, waar we onderhevig zijn aan misschien wel een wildernis, waar Psalm 107 vers 4 ook mee begint. En zegt: er waren er die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis, een stad om te wonen vonden zij niet. En ik weet niet hoe dat u is, maar ik heb dat gevoel wel dat je als christen niet alleen op deze aarde bent, maar in deze wildernis. En waar is nou een stad waar je zou kunnen wonen in alle rust en alle vrede? En dan wordt het benauwd. En dan zegt vers 6, die zegt zo mooi: maar toen zij in hun benauwdheden tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. En hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar een stad konden gaan om te wonen. En ik weet niet of de Heer bedoelt, hij gaat ons allemaal een stad geven, ja natuurlijk het nieuwe Jeruzalem. Maar uiteindelijk leidt hij. Ik weet nog dat wij terugkwamen uit de hele zendingsreis, Bolivia, Duitsland, en terugkwamen in Nederland. Maar niet konden wennen aan de plek waar we woonden en nu nog steeds wonen. En het gebed: Heer, wat is dan de plaats? Nou, die heeft hij geleid. De plaats is nog steeds hetzelfde, maar een tevredenheid en een dankbaarheid dat we er wonen. Hij heeft ons wel geleid, maar op een hele andere manier. Maar het mooie is dat vanuit die benauwdheid de Heere aan te roepen. En zo is er ook een tweede groep. In vers 10 lezen we dat: er waren er die in duisternis en in duisternis van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Met andere woorden, het leven heeft zo'n strik om ze heen gelegd, dat het gewoon donker is geworden. Je voelt je gevangen, je voelt je in het ijzer geklemd. En dat kan door allerlei omstandigheden, door gebeurtenissen in je persoonlijke relatie met de Heer. Het kan gebeuren binnen je huwelijk, in je gezin, in de samenleving, je werk. Wat kunnen we soms gebonden raken zonder dat we eigenlijk in de gaten hebben? En pas ontdekken als het diep is geworden, dat we er bijna in vastzitten. En hier in vers 10 gaat het dan ook een groep over die zijn ongehoorzaam geweest aan de woorden van de God, van de Heere God. En dat is als een soort waarschuwing ook voor onszelf. Zijn we gehoorzaam aan het woord van God? Dat is meer dan alleen geloven dat zijn woord de waarheid is. Dat de autoriteit van de schrift de totale waarheid is. En dat wij het woord van God niet alleen moeten geloven, maar ook gehoorzaam moeten zijn. En zelfs de raad van de Allerhoogste verworpen. De Heere zegt: werp al uw bekommernissen op mij en ik zal voor de uitkomst zorgen. Ja, doen we dat dan? De Heere zegt: dankt onder alles. Doen we dat dan? De Heere zegt: roep mij aan. Doen we dat? Zoek de Heere, begin de dag met de Heere. De vraag is: doen wij dat dan? En je zou bijna denken dan wordt het een verloren situatie als de Heere zo ver van je af is. Maar dan staat er zo mooi in vers 13: maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen. Het is de tweede keer, de tweede benauwdheid. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Oh, hij redde uit hun angsten. Nu verlost hij uit hun angsten. En hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Is dat niet een teken van het verlossende werk van de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft: het is volbracht. En als je tot geloof en bekering bent gekomen, dan ben je overgezet uit die duisternis in dat koninkrijk van de Heere. Dan ben je in een nieuwe schepping en al dat oude is voorbij gegaan. De Heere zegt het: ik verlos je daarvoor. En hij verlos je uit de angsten. Er is geen angst meer voor het oordeel van God, want wie zijn
kinderen zijn, die zullen niet geoordeeld. Zo is er dan geen verdoemenis, geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat een geweldige bevrijding is dat. En dan zegt vers 15, laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Ik weet niet hoe het met u is, maar als je tot geloof en bekering bent gekomen, dan komt er toch een lofzang en een prijzen en een eer uit je hart, uit je mond voor de Heere, omdat Hij dat voor je gedaan heeft. Maar dan is er nog een groep. En dat is een groep van dwazen. Vers 17 zegt, er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld waren. Met andere woorden, zijn zo een pad ingeslagen die tegen het woord van God ingaat, die onvrede in het hart geeft. En het zijn soms dwaze keuzen. En het staat zelfs in hun ziel had een afschuw van het voedsel. En je komt ze tegen. Mensen die zeggen een kind van God te zijn, maar niets met het woord van God hebben. Niet de honger naar het woord van God. Sommigen zeggen elke keer die Bijbel, alsof het soms lijkt of ze een afkeer hebben van de Bijbel. En weer opnieuw lezen we dan in vers 19. Maar toen zij in hun benauwdheid de Heere riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. De derde groep. En het lijkt wel of de afstand tussen die groep en God steeds groter is geworden. En toch, als er geroepen wordt tot de Heere, verlost Hij uit hun angsten. En wat stuurt Hij? Hij zond zijn woord uit. Lieve broeders en zusters, we kunnen soms raad zoeken bij iedereen en het waar dan ook verwachten. Maar als we het woord van God openen, gaat het licht verspreiden. Het woord is als honing. Het is zoet. Het is heerlijk om dat tot je te nemen en te overdenken. En hij zegt, hij zond zijn woord uit en hij genas hun van hun angsten. Hij genas hun van hun benauwdheden. Dat is wat het woord van God doet. De Heere zegt, mijn woord zal je vrijmaken, het zal je vrijzetten. En opnieuw weer die rijke genade van God. En opnieuw de oproep, vers 21, laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Wat hebben we toch een genade God. En dan komt de laatste groep, de vierde groep. En er zijn er die met schepen op zee drijven, handel drijven. Ze zien de werken van de Heere, zijn wonderen in de diepte. En dan komt die storm. Het lijkt wel of dat een groep is die in welvaart zo vooruitstrevend zijn. Het gaat ze zo voor de wind. En mijn vrouw en ik hebben het daar pas deze week nog ook over gehad. Wat hebben wij het goed in vergelijking met zoveel andere mensen op gezondheid, financieel, woning, we hebben een auto, we hebben alles om te kunnen leven zoals we leven. We hebben het zo goed. Maar is dat onze standaard? Is dat onze hoop? Is dat onze vastigheid? Want deze mensen die dreven de handel en ze zagen de grootte, maar dan komen die stormwinden. En economisch gaat het wankelen. En dat kan in ons leven ook gebeuren. We kunnen zomaar door maatregelen van de regering of vanwege het christen zijn beperkt gaan worden, je baan verliezen, noem het maar op. Maar wat niet wankelt, is de Heere. En daarom is het zo goed om de Heere van tevoren kennen, van tevoren aanroepen en te zeggen, Heere, als het zo moet zijn en zulke dingen gebeuren, dank u dat u dan nabij bent, dat u me verlost, dat u me sterkt in uzelf. Want ook deze groep, die laatste groep, die strekt zich uit vanuit hun nood tot de Heere, vers 28. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde Hij hen uit hun angsten. Economische angsten, welvaartsangsten. Het gaat nou niet goed meer. De Heere Jezus zegt, bid tot de Vader,
Hij weet wat je nodig hebt. Zoek eerst het hemelse en de rest zal je geschonken worden. En dan staat er zo mooi, maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten en hij brengt de storm tot stilte. Ja, zo is de Heere. Zo is ook de Heer Jezus. Als ze met een bootje in de storm zijn, zegt de Heer Jezus, zwijg. En zo kan hij ook de stormen in ons hart, in ons leven, tot zwijgen brengen. Maar dat doet hij niet als wij daar niet om vragen. Hij wil dat we hem zoeken, hem zo nodig hebben. Beleide Heere, ik kan het niet zonder u. Wilt u die storm in mijn hart stillen? En dan eindigt het natuurlijk ook weer met vers 31. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Met andere woorden, we zouden zoveel groepen hier aan Psalm 107 kunnen toevoegen. En misschien wel uw eigen groep, uw eigen moeites. Maar de belofte is hetzelfde. Vanuit uw benauwdheid, vanuit uw moeite, dan zeg ik maar één ding. Roep de Heer aan. Roep de Heer aan. En soms verandert hij niet de situatie. Maar verandert hij u, verandert hij mij, te midden van de situatie. En dan zijn die golven er nog, die angst zijn er misschien nog een beetje aanwezig, maar je wordt gesterkt in hem en je gaat de dingen overzien en je gaat anders in het leven staan. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, precies wat er hier staat. Dan ga je de Heere loven om zijn goedertierenheid en zijn wonderen voor de mensenkinderen. En dan wil ik u toe oproepen, vanuit uw benauwdheid, roep het aan tot de Heere, zodat de roep uit de benauwdheid overgaat in lofprijzing. Wees daar mee gezegend. Psalm 107. Amen. Hello church. Please accept my warm greetings from Nepal. I am Deepak Tamang. I am a missionary and working with Peter Smith. Let me update you a little bit about the ministries in the last months. This last month, great revival things has happened. 160 people got baptized, and at the same time we have been continually moving towards the evangelism work in Nepal, and we have placed two more new water pumps, and one water pump was in the mountain village of Chitwan district among Chipang community, and another was in the border of India in a Muslim village where there was a huge fire caught a few weeks ago, and 25 Muslim families were victimized by that event. By the grace of God, we could reach with them and then help with a little bit with some relief works, and then everything they destroyed, and then mainly the great need was the drinking water. Now they have brand new water pump. They have water there. Not only that, because of that event, the hearts of the people are open for the evangelism and for the gospel, and a new fellowship have been started into the both places. So in this way, God is moving His Spirit through us. We are strong, and then we are strengthened and empowered only with your prayer. Please, we need your prayer. Keep continue praying for the big move of the Spirit in Nepal. I would like to thank you so much for the partnership in blessing.